Hallo en welkom bij Pals Model 2 Stuff. Ik heb hier vandaag een Deutsche Bahn DB65 liggen. In bijzonder slechte staat. Een beetje last van mijn stem. Er is hier van alles afgebroken of zit los op de kap. Inclusief hier een van de winddeflectoren. En het binnenwerk van de locomotief. Zit een decoder op en een geluidschip en ik weet nog niet of dat dit werkt. Dus het zal er eentje worden in twee delen. Als eerste ga ik met wat lijm heel wat losse onderdelen erop zetten. Dat ga ik niet helemaal filmen, want dat is meer vastzetten. Erop houden, misschien nog een wasknijpertje links en rechts. En daarna ga ik kijken wat er met de locomotief is. Dus ik verwacht dat dit een beetje een kort filmpje wordt met dit was er mis, nu is het opgelost. Of ik weet niet wat er is, ik kan hem niet repareren. En met een beetje geluk kan ik hem straks een rondje laten rijden op de baan. Ik ben heel erg lang bezig geweest met lijmen. Maar het trappertje zit erop aan beide kanten. Er zitten wel wat lijmresten helaas. En de hoe noem je dat nou? Voor de rook. De spoiler, zal ik maar zeggen, zit er ook op. Niet heel mooi. Ook nog lijmresten. Maar ja, lijmen is. Het was in ieder geval vandaag niet helemaal mijn ding. Maar ik denk, gezien wat hier allemaal bij zit, dat ik. Als hij dadelijk goed op de baan rijdt, vind ik het eigenlijk wel goed genoeg voor mezelf. De locomotief. Het aandrijfwerk en alles. Er zit hier een decoder. En een luidspreker. Jawel. En één los draadje zat er. Dat heb ik vastgezet. En ik weet inmiddels dat dit een ESU decoder is. Een ESU sound decoder. En ik heb hem kunnen programmeren. Dat hij in ieder geval aangestuurd kan worden. Nou, even mijn laptop erbij. Want we hebben licht vooruit en ook achteruit. Stop. We hebben. Ja, het licht kan ook weer uit. Stilstaan. Hasgeluid. Een toeter, een bel, geen idee, en dat was het. Dit is de eerste keer dat ik zelf een locomotief met geluid heb. En ik heb ook nog helemaal geen idee of de geluiden die erop zitten kloppen, of ik die kan veranderen, of hoe dat dit hele ding werkt. Maar ik vind het wel leuk om er eens een keer eentje te hebben met wat geluid erbij. Het stond op mijn lijstje om een keer te doen. Ik ben er zelf eerlijk gezegd niet zo fan van. Ik vind het geluid van gewoon het getik van het trein over de baan heen, als ik eerlijk ben, mooi en rustig genoeg. Maar ik ga zeker wel eens kijken hoe dat dit het dadelijk doet op de baan. Het enige wat mij nu nog rest is alles weer terug de kap in krijgen. Speaker, decoder, ik heb wat stukjes tape los moeten halen om alle draden te controleren. Als hij in elkaar zit, ik weet dat hij rijdt, alleen ik moet de onderkant vastzetten. Wil ik er goed mee kunnen rijden en daarvoor moet de kap erop. Dus ik ga alle onderdelen die ik apart heb gelegd er eens bij pakken en alles één voor één erin zetten. Koppeling erop, eens kijken of ik iets heb waarmee ik een rondje kan rijden dadelijk.
Zo, dat was de Deutsche Bahn BR65 op de baan. Het is een stukje baan waar ik met aankleding bezig ben. Dat is iets waar ik de komende tijd meer aandacht aan wil besteden. Ik heb het met name nu gebruikt om te experimenteren, maar ik wil er toch wat echt moois van gaan maken. Ik hoop ook dat de volgende stuk baan wat ik aan ga pakken, dat ik niet dezelfde fouten maak. Ik zou zeggen, laat commentaren achter, liken en dergelijke. Want hoe meer interacties met de video, hoe beter die gevonden wordt, hoe meer mensen kijken. Hoe meer mensen kijken, hoe meer mensen geabonneerd zijn. En dat houdt het voor mij en waarschijnlijk ook voor iedereen leuk. Dus bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.